altijd al willen weten wat synchroon zwemmen nou eigenlijk is en wat je als synchroon zwemster allemaal moet leren. Daarvoor heeft de afdeling synchroon zwemmen van de HZPC Horst een show georganiseerd. De Synchro Watten Show is de groot spektakel met toneel en dans. Hoe hebben jullie je op deze shows voorbereid? We hebben natuurlijk heel veel getraind. We hebben ook een generale repetitie gehad. En de dansen die hebben we al aan het begin van het seizoen zijn we die al gaan oefenen. Dus we hebben heel veel getraind eigenlijk vooral. En wat verwacht je van de shows? Ik verwacht dat het echt heel erg grappig wordt en heel erg leuk. Ik heb zelf ook de generale repetitie gezien en dat was wel erg leuk. Dus hoop dat iedereen, dat heel veel mensen komen en dat die het ook heel erg leuk gaan hebben. Heb je al enig idee van hoeveel mensen er komen vanavond? Ik heb eigenlijk werkelijk een flauw idee. Ik denk ook niet dat we echt een schatting hebben gemaakt. Dus het is gewoon afwachten. Hoe zijn jullie nu op het idee gekomen om zulke shows te gaan geven? Nou, we hebben vorig jaar natuurlijk de Kleine Zeemermin gedaan samen met Tovri. En dat was zo'n succes. En ja, de mensen vonden het leuk en vooral de zwemmers vonden het heel leuk om aan iedereen hun sport te laten zien. En zodoende hebben we gedacht, dat moeten we eigenlijk meer gaan doen. Om gewoon aan vrienden, familie, kennissen te laten zien welke sport je doet. En hoeveel shows gaan jullie geven? We gaan nu 2 shows doen. En het leuke is, ze hebben daar al het hele jaar voor geoefend. Omdat voor de competitiewedstrijden, die ze echt met de KNZB doen. En in plaats van dat het dan alleen maar voor het wedstrijdelement is, kunnen ze nu die shows ook aan iedereen laten zien deze 2 dagen. Waarom heb jij je neusklem op? Nou, dat is voor onder water als je een koprollen gaat maken, dat je dan geen water in je neus krijgt. Want dan, krijg je een beetje hoofdpijn en dat is niet fijn bij synchroon zwemmen. En moet jij vaak een koprol maken achterover of voorover in het water? Ja, heel vaak. En hoe gaat dat met je haar? Wie maakt jou zo mooi op? Dat doen de trainsters of de oudere zwemsters. En in het haar, daar zit gelatine in. Zo blijft het mooi strak zitten. Ja, dat synchroon zwemmen, kun je dat uitleggen? Waar bestaat dat uit? Synchroon zwemmen is eigenlijk een combinatie van ballet en turnen. Maar dan op muziek in het water. En dat is eigenlijk wat synchroon zwemmen inhoudt. En kan iedereen dat leren? Ja, dat kan iedereen leren. Het is niet heel lastig. Het is vooral heel veel oefenen eigenlijk. En jullie oefenen 3 keer in de week? Ja, 3 keer in de week. Op dinsdag in een sporthal. Dan hebben we krachttraining en lenigheid. En op vrijdag in het zwembad. En op zaterdagochtend ook in het zwembad.